Tony van 10 jaar. 10 jaar. Jozef Noord. 12 jaar. 6 jaar. Moses Noord. Marie Eve. 6 jaar. 15 jaar. Hartog Noorden. 14 jaar. 12 jaar. 10 jaar. Moses Noord. 6 jaar. 6 jaar. Hartog Noorden. 14 jaar. 15 jaar. Sarah Orglist. 13 jaar. Susanna Maarsen. Jacob van Emden. Gerda Marks. 2 jaar. 2 jaar. Emanuel Neter. 11 jaar. Michiel Denneboom. Reina Neter. 9 jaar. Jacob Neumann, 15 jaar. Levi Dinsdag, 6 jaar. Dani Nihon, 6 jaar. Karel Nihon, 10 jaar. 12 jaar. Jozef Noord, 12 jaar. Moses Noord, 6 jaar. Hartog Noorden, 14 jaar. Marie Sarah Orr, 15 jaar. 13 jaar. Namens Nationaal Monument Kamp Vught en Stichting Sobibor heet ik u van harte welkom op deze herdenking van de kindertransporten. We staan vandaag stil bij de kindertransporten die op 6 en 7 juni 1943 vanuit Vught zijn vertrokken. Met in totaal zo'n 1300 kinderen. Dames en heren, jongens en meisjes. Wij herdenken dit jaar op tal van plaatsen het feit dat 70 jaar geleden de bevrijding begon. Maar niet altijd was er een bevrijding. Voor velen kwam de vrijheid domweg te laat. Op 26 en 27 oktober 1944 werd Vught en omgeving, en dus ook kamp Vught, bevrijd. Maar in het kamp was nauwelijks nog iemand achtergebleven. De laatste, voornamelijk politieke gevangenen, waren al begin september afgevoerd naar de concentratiekampen Sachsenhausen en Ravensbrück in Duitsland. Joden waren er al helemaal niet meer. Het laatste transport met hen die bij het Philipscommando werkten, was vertrokken op 3 juni 1944. Ruim daarvoor al waren met onontkoombare regelmaat duizenden Joodse mannen, vrouwen en kinderen, in totaal ruim 12.000, vanuit Vught naar Westerbork en vandaar naar de vernietigingskampen gedeporteerd. Slechts enkelen keerden terug. In de harten en herinneringen van hen die hen nastaan, leven zij voort. In onze verbeelding en door ons gedenken, ook hier vanmiddag, leven zij voort. Ze hebben echt bestaan. Ze hebben echt geleefd. Wat hen is aangedaan, is ons in het nu tot waarschuwing. En een aansporing om waakzaam te zijn en in het geweer te komen. Burgermoed en daadkracht te tonen als dat ooit in de toekomst nog nodig mocht zijn. Daarom zijn we ook hier bij elkaar vandaag, volgend jaar en in al die jaren die nog zullen komen. Opdat wij niet vergeten. Aan alle kampbewoners. Tot ons groot leedwezen moeten wij u op de hoogte stellen van een verschrikkelijk ongeluk dat ons getroffen heeft. Op hoog bevel van elders moeten alle kinderen van 0 tot circa 16 jaar het kamp verlaten om, zoals men ons meedeelde, in een speciaal kinderkamp te worden ondergebracht. Wij willen u niet in het onzekere laten dat het hier om circa 3000 mensen gaat die in 2 transporten, en wel zondag en maandag, het kamp zullen verlaten. Een ieder wachtte zijn oproep af. Met het oog op deze verschrikkelijke toestand gebieden wij voor het hele Jodenkamp een rouw van 8 dagen en verbieden alle vermakelijkheden van welke aard ook tot zaterdag 12 juni 5 uur 's middags. Vught, 5 juni 1943. De kampleiding was getekend R. Zuuskind, A. Lehmann. Want helaas is er als gevolg van de polarisatie in onze samenleving een sterke toename van intolerantie. Het antisemitisme, ook in ons eigen Nederland, wordt toch weer langzaam iets wat normaal is. Maar het nascheelden neemt onomstotelijk toe. Werd ik vroeger nooit nagescholden, het is nu normaal. Natuurlijk, schelden doet geen pijn. Het veroorzaakt geen lichamelijke wonden. Maar geestelijk kwelt het mij.
Maar één ding is wel duidelijk. Het zijn nooit volwassenen die me naschelden en snel weer wegfietsen. Het zijn altijd jongeren, kinderen, soms heel jong. Kinderen die net zo oud zijn als mijn kinderen van de kindertransporten. Kinderen die net zo kind zijn als mijn kinderen van de kindertransporten. Kinderen die in feite net zo onschuldig zijn als mijn kinderen van de kindertransporten. Ik zit knel tussen de kinderen die me gisteren nascholden en de kinderen, mijn kinderen, van de kindertransporten. Ik zou ze zo graag samenbrengen om de kindertransporten van toen te voorkomen voor morgen. Ik wil zo graag dat die scheldende kinderen van nu kunnen spreken met de kinderen van toen. Mijn kinderen van de kindertransporten. Volwassenen beslisten de richting die de kinderen opgaan. Volwassenen van toen beslisten dat mijn kinderen van de kindertransporten richting de gaskaars moesten gaan. En volwassenen van nu moeten kinderen van nu richting geven. De richting van vrijheid en tolerantie. Ik kan niet nalaten een kleine persoonlijke aantekening hierbij te voegen. Muus Jacobsen was het dichterspseudoniem van professor Klaas Heroma. Moeder en vader hebben hem gekend omdat Heroma bevriend was met pottenbakker Meindert Saalberg, die onder andere mijn ouders en mij heeft gered van deportatie en dood. Dat kleine kind, het was voor mij het liefste wat ik zag. Want altijd als hij langskwam, zei hij lachend mij gedag. En toen die nacht zich achter hem de deur sloot met een slag, hoorde ik nog zijn ijle stem door het donker roepen: dag. Ter wille van dit kleine lam, zijn lach, zijn lief gezicht. Zijn stemmetje dat afscheid nam, heb ik dit lied gedicht. Hij ging ook mee naar Westerbork. Nu is het of hij mij roept om wat ik leed in Westerbork, moet Hitler zijn vervloekt. In de vroege ochtend van de dag dat ik mij had voorgenomen om deze overdenking voor te bereiden, kreeg ik het bericht van de geboorte van mijn eerste kleinkind, Jitte Elsa Cohen. Zij is de achterkleindochter van Dolf Cohen en Hetty Koster, die, beide Joods, door onderduik de oorlog overleefd hebben en na de oorlog een gelukkig leven hebben geleid. Zij hebben dat geluk gehad, al diegenen die vanuit kamp Vught eerst naar Westerbork, daarna naar de vernietigingskampen zijn weggevoerd, niet. En waarom? Omdat zij anders waren. Althans, anders gemaakt waren. Mijn moeder, Hetty Koster, heeft dat ooit prachtig omschreven. Voor de oorlog was ze Nederlandse, in de oorlog Joods. En anders, Joods, werd verschrikkelijk gemaakt. En blijkbaar zo overtuigend dat velen in die gedachten meegingen en tot daden in staat bleken waarvan wij ons afvragen hoe die in godsnaam mogelijk waren. Toen de oorlog voorbij was en steeds duidelijker werd hoe gruwelijk de nazi's tekeer waren gegaan, toen duidelijk werd dat 6 miljoen Joden, maar ook Roma en Sinti, homoseksuelen, in koele bloeden vermoord waren, toen was voor iedereen duidelijk, dat nooit meer. Herdenkingen zoals deze scherpen ons dat in. Ik heb het grote voorrecht gehad dat ik in mijn jeugd nooit het etiket anders op mij gedrukt gevoeld heb. Ik was altijd, ik spreek het mijn moeder na, Nederlander. Ja, ook Joods. Maar net zoals anderen
katholiek of protestant waren. Niets bijzonders eigenlijk. Die tijd ligt helaas alweer een tijdje achter ons. Meer en meer zijn we weer mensen in hokjes aan het indelen. En aan die hokjes kwalificaties toekennen. Hoe indringender wij, onze kinderen, onze kleinkinderen en achterkleinkinderen zich realiseren wat onze ouders, grootouders en overgrootouders hebben meegemaakt, hoe beter wij hun verhalen kunnen vertalen naar het heden, des te groter is de kans dat dat nooit meer werkelijkheid wordt. Opdat al die tijdgenoten van Jitte Elsa Cohen hun leven kunnen vieren. Natuurlijk, met alle problemen en probleempjes die leven met zich meebrengt, maar zonder mensonterende verschrikkingen die leven uitsluit. Dan is het nu tijd voor de ballonnen. Dus als de kinderen naar voren komen, ballonnen uitdelen aan de mensen. We zullen vandaag 71 ballonnen oplaten. Het is 71 jaar geleden dat de kindertransporten hebben plaatsgevonden, dus voor elk jaar één. Ik ga dadelijk aftellen, maar laten we maar uitdelen. Ga ik nu aftellen. 3, 2, 1.